In mei dit jaar vond de Week van de Doe-het-zelf plaats. Een initiatief van Dobbiet TV dat klussen over heel Vlaanderen in de kijker zette. Onder het motto Ook jij kan klussen kon je deelnemen aan onze wedstrijd, waarbij het de bedoeling was om zelf een eigen, bruikbaar ontwerp te maken uit een standaardplaat. Voor de drie beste ontwerpen per categorie was er een mooie prijs van Fine weggelegd. De winnaars mogen deze Fine Multimaster Quickstart mee naar huis nemen. De tweede en derde plaats krijgen deze accu-boormachine van Fine, de boormachine bij uitstek voor alle schroef- en boorklussen. Er werden ons opnieuw heel wat projecten toegestuurd. De projecten werden door een jury beoordeeld op basis van creativiteit, techniek en afwerking, optimaal gebruik van plaatmateriaal. Ook het publiek kon zijn voorkeur doorgeven via sms. De inzending met de hoogste totale score sleept de hoofdprijs in de wacht. Ondertussen zijn de finalisten gekend en ze zijn hier vandaag aanwezig om een project voor te stellen en hun prijs in ontvangst te nemen. Jonas, je hebt een barkruk gemaakt. Heb je dat veel nodig? Nee, niet echt. Maar ik vond dat wel een tof project om te maken voor de wedstrijd. En hoe ben je te werk gegaan om die kruk te maken? Ik heb uit een grote multiplexplaat allemaal vierkantjes gezaagd. 340 zelfs. En ik heb die allemaal op elkaar gestapeld met een grote duivel erdoor om de poten te maken. Hoe heb je die eigenlijk zo hard aan elkaar gekregen? Houtlijm tussen de vierkantjes gedaan en dan met klemmen opgespannen. Dan heb je zo'n grote klem? Ja. Ja, ja. Ja, okay. Heb je die nog behandeld achteraf? Ja, ik heb daar een laag bootvernis op gezet. Want dat was wel nodig voor een kruk waar dat veel op gezeten ging worden. En hoe lang heb je eraan gewerkt? Want het lijkt wel erg arbeidsintensief. Ja, dat was het ook wel. Ik heb er vrij lang aan gewerkt. Een week toch wel. Want het was ook vooral heel veel hetzelfde werk, dus heel vaak hetzelfde doen. Dus dat was wel vrij zwaar eigenlijk. Studeer jij ook houtbewerking? Nee, ik doe wetenschappen op school. Ah, oké. Okay. En van waar je interesse in dan? Mijn papa doet ook wel dat soort dingen. En mijn grootvader was ook een houtbewerker, dus ik denk dat ik daarvan dat wel wat heb overgekregen. Ah, je hebt ook alle materiaal staan, thuis dan. Ja, dat is een voordeel. Ja. Dag Jesse. Dag. Ik zie dat je twee tuinstoelen gemaakt hebt. Ja. En alle twee in een verschillend materiaal. Ja. Misschien eens zeggen wat het er in wat gemaakt is. De oranje stoel is in MDF gemaakt. Ja. En deze massieve stoel is Ayus. Ayus. En kan je iets meer uitleg geven over het hout en waarom je dit hout gebruikt hebt? Dit soort hout is redelijk goedkoop. Ja. En wordt gebruikt voor meestal in saunas. Mm-hmm. Omdat het hout niet krimpt. Oké. Okay. En ik zie dat alles eigenlijk perfect haaks gezaagd is. Dus ik veronderstel dat dat niet met de decoupeerzaag gebeurt? Nee, ik heb dat eerst met de lintzaag gezaagd. Ja? Dan heb ik dat afgewerkt met de bandschuurmachine. Oké. Okay. Vandaar de perfecte lijn. En je hebt zo'n zaagmachine thuis staan dan? Nee, dat heb ik gemaakt op school. Ah, dat is een schoolproject. Ja. En beide heb je daar gemaakt? Ja, ik heb eerst deze gemaakt ja? als voorproject. En dan heb ik deze gemaakt. En dan deze in MDF? Ja. En is dat bruine MDF of groene MDF? Ja, een schoon bruine MDF. Dus eigenlijk niet geschikt om buiten? Nee. En staat die ergens bij jullie thuis? Nee, je stond eigenlijk nog altijd op school. Oké. Okay. Voor de verbinding zie ik beide geschroefd. Ja, en ook gelijmd. En gelijmd. Ja. Dus voor extra stevigheid. Inderdaad. Oké. Okay. Mooi gemaakt, proficiat. Dank u wel. En bedankt voor de inzending. Geen probleem. Je hebt hier een mooie stoel of een mooi trapje gemaakt. Wat is het eigenlijk, een combinatie van de twee? Een beetje wel, hè. Ja. En voor wat gebruik je hem? Ik gebruik hem voornamelijk voor in mijn werkhuis, als ik iets moet pakken op hoogte. Of eventueel als ik iets aan iets aan het werken ben, dat ik gemakkelijk mijn materiaal er kan opleggen. Mm-hmm. En
Het is gemaakt uit multiplex, maar het ziet er mij wel kwaliteitsvolle multiplex uit. Ja, ik heb het gemaakt uit multiplex van populieren, omdat dat lichter is. En dikwijls als ik er materiaal op zet, is dat gemakkelijker. Tegenover als het wat zwaarder zou wegen. Ja, gemakkelijk om te verplaatsen dus. Ja. Je gebruikt hem regelmatig. Ja, ja, hij wordt gebruikt. En hoe heb je hem afgewerkt of heb je hem niet afgewerkt? Ik heb hem gewoon even gewerkt met een paar vernieslagen, spuitlak gewoon. Ja. Ik zie dat je op bepaalde plaatsen gipskarton schroeven hebt gebruikt en op andere plaatsen niet. Is daar een reden voor? Of? Geen speciale reden, gewoon hetgeen waar ik voor handen heb en alles moet gebruikt worden. Hè. Je hebt ook een heel mooi filmpje aan ons ingezonden. Ja, dat klopt. Doe je dat meer, filmpjes maken? Ja, ik doe dat wel meer. Ik probeer dat toch zeker één keer om de twee weken of zo een klein projectje te doen en ik zet die dan op YouTube. Je hebt dus een eigen YouTube-kanaal? Ik heb een eigen YouTube-kanaal, ja. Ik kan hem hier in en uitkopen, dat is om plaats te besparen? Ja, dat is inderdaad om plaats te besparen. Eigenlijk dat ik er juist al gezegd heb, soms gebruik ik hem gewoon voor materiaal op te zetten. Dan stopt dat niet in de weg. Hè. Ja. En hoe heb je dat systeem juist gemaakt? Wat steekt daartussen? Dat is een buis van inox, dat ik van een trap heb afgebroken. Ik zeg, dat kan ik daar perfect voor gebruiken. Gewoon even opgemeten en een gat geboord. Super. Zo, dit waren de finalisten binnenin de categorie techniek. En dan gaan we nu over naar de prijsuitreiking. Spannend voor jullie? Dat is het ook. En de hoofdprijs gaat naar Jonas Kools. Proficiat. En dan krijg je als hoofdprijs deze Fine Multitalent. Die is voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar ook voor de tweede en de derde plaats hebben we natuurlijk een prijs. En dat is voor jullie allebei deze Fine accuboormachine. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, merci. Bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot volgend jaar misschien. Dag Danny. Dag José. Ik zie dat je een picknicktafel gemaakt hebt, maar een puzzelbaar exemplaar. Ja, dat klopt. Dus alles is demonteerbaar. En hoe lang duurt dat ongeveer om alles in en uit elkaar te steken? Dat is een kwestie van minuten als alles vlot verloopt. Okay. Als alles vlot verloopt. Ja. Als er te veel wind is, lukt het moeilijk. Ja, niet zo als je de routine een beetje onder de knie hebt. Okay. En we zitten in de categorie ideaal zaagplan. Dus je hebt zeer weinig verlies met dit ontwerp. Ja. Zeg eens, hoeveel platen heb je gebruikt? En... Dat komt uit één plaat standaard. 1,22 op 2,44. 2,44 in 22. Ja. Dus één volle plaat om een volledige tafel te maken. Ja. En dan heb je alles verzaagd, want ik zie kleine uitsparingen, ik zie lange rechte lijnen, meerdere zaagmachines gebruikt. Ja, dus beginnen met een invalstechniek. Ja. En dan afgewerkt met de decoupeerzaag. Dus een cirkelzaag gebruikt langs een regel. Geleden, ja. Nou, en een beetje werk gehad om alles precies in elkaar te doen passen of was alles meteen precies gezaagd? Wel, er moet een beetje bijgewerkt worden indien de maten niet exact gevolgd worden. Ja. Maar eens dat de dikte een beetje aangepast is. En daar toch nog wat schuur- en schaafwerk. Ja. Okay. Het is mooi gemaakt, vindt een leuk project. Okay. Bedankt voor de inzending. Graag gedaan. Daan, jij bent onze jongste kandidaat. Je hebt je papa meegebracht, maar dit heb je helemaal zelf gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Hoe oud ben je? 12 jaar. Oké. Okay. En hoe ben je te werk gegaan om dat te maken? Ik heb de platen eerst laten verzagen bij de doe-het-zelfwinkel. En dan heb ik ze met nagels en houtlijm in elkaar gestoken. Heb je er ook een lijmklem op gezet tijdens het drogen? Dat heb ik soms gedaan. Soms gedaan. Je weet dat dat nodig is, hè? Ja. Oké. Okay. Het is een kast. Voor wat gebruik je de kast? Dat is een kast die je zowel horizontaal als verticaal kan zetten. Je kan er dingen inleggen op.
Je zegt dat je het laten verzagen hebt in de doe-het-zelfwinkel, maar hoeveel platen heb je nodig gehad voor? Ik heb 1 plaat gebruikt van 1,22 meter op 2,44 meter. En welke soort plaat is het? Multiplex. Multiplex, ja. Ja. En heb je die nog geschilderd of? Ik heb de kast nog ingeolied. Ingeolied, oké. Okay. Je hebt gezegd dat je hem horizontaal en verticaal gaat zetten. We kunnen een keer proberen om hem recht te zetten. Oké. Okay. Remco, je hebt hier een heel mooie kast gemaakt. Waar staat ze thuis? Ze staat thuis gelopen nog in de keuken. Omdat ja, we moesten ze nog naar hier brengen. Dus, ja. Ja, en waar is het plan dat die gaat komen te staan? In mijn kamer. In je kamer, ja. En je hebt dat denk ik uit 1 volledige plaat gemaakt? Ja, 1 volledige plaat van 1,22 meter op 2,44 meter ook. Ja, MDF denk ik, als ik het goed kan zien. Van 18. Ja, van welke dikte zeg je? 18. Dat is stevig genoeg. En hoe heb je dat dan allemaal aan elkaar verbonden? Gewoon koud tegen elkaar met lijm en een spanvijs. En een spanvijs, oké. Okay. Er zitten geen deuvels in of zo? Alleen in het midden voor ze te demonteren, dat je ze makkelijk kan vervoeren. En je hebt daar nog pootjes onder gezet? Zijn die ook uit de plaat? Of? Ik had nog een beetje over van mijn plaat en ik heb dat verzaagd naar pootjes. Je hebt het ook in een mooie groene kleur gedaan. Heb je het eerst geschilderd of eerst verzaagd? Eerst verzaagd en dan de stukken apart geschilderd. In elkaar gestoken en nog eens geschilderd. Mm-hmm. Het zijn mooie rechte zaagsneden ook. Heb je dat zelf gezaagd? Nee, thuis heb ik geen grote zaagmachine, dus heb ik het in de houtzagerij laten doen. Ja. Heb je eerst een plannetje, een zaagplan uitgetekend voor naar de houtzagerij te gaan? Of, Ik had eerst een kleinere kast gemaakt, maar ik had te veel afval, houtresten, dus ik heb hem een beetje groter gemaakt. En dan ben ik met mijn zaagplan naar de houtzagerij geweest. En daar hebben ze het gewoon op maat direct de koffer in en naar huis? Ik heb hier de 3 finalisten bij me staan binnenin de categorie creatief met het zaagplan. En ik ga meteen over naar de hoofdprijs. En de hoofdprijs is voor Danny Smets. Proficiat, Danny. Als hoofdprijs krijg je van mij de Fine Multitalent mee. Alsjeblieft, die sleep je in de wacht. En ook voor de 2e en de 3e plaats is er ook uiteraard nog een mooie prijs. De accu schroefboormachine. Voor jou, alsjeblieft. Voilà. Proficiat met jullie prijs. Dag Jordi. Hallo. Je hebt iets gemaakt. Ik weet niet, is het een wijnrek of een aperitiefrek of heeft het een naam? Het is eigenlijk een wandbar. Dus, wandbar. Je kunt er zowel decoratie als inderdaad flessen en glazen aan hangen. Zijn er champagneglazen of wijnglazen? Flessen zijn misschien interessanter dan de decoratie, denk ik. Hoe ben je te werk gegaan? Want ik zie het materiaal is MDF. Ja, ik heb een groene MDF-plaat gebruikt van 18 mm. Ja, ik heb eerst een beetje gekeken naar mijn wand, wat er haalbaar was van grootte. En toen heb ik gedacht, toen heb ik alles berekend om eigenlijk uit te komen met een halve plaat. Dus ik heb eigenlijk geen verlies buiten de boordjes dat ik afgevreesd aan het stof. Dat is 1 meter 22. Ja. 1 meter 22, toch wel. En dat is 80. En met de rest dat ik over heb, heb ik al mijn schabbekjes kunnen maken, mijn plankjes kunnen maken. Ze zijn vastgeschroefd van aan de achterkant? Van aan de achterkant en gelijmd en met deuvels. Ja, ik zie aan het aantal schroeven dat die wel een flesje kunnen verdragen. Ja, toch wel. Die zullen niet snel naar beneden. Je mocht ze goed volzetten. Dan heb je alles zelf gezaagd of laten verzagen? Nee, ik heb alles zelf gezaagd. Ja? Dus ik heb een tafelzaag thuis. Ah, okay. Waar ik alles en een grote werkbank voor alle stukjes te vast te zetten om mooi te frezen. Dus, ja. Met de bovenfrees veronderstel ik. Een MDF waarschijnlijk eerst begonnen met een geschikte primer. Ja, toch wel. Ik heb een grijze primer gebruikt, omdat ik met een donkerder afwerkingskleur zat. Dus. Klinkt logisch. Ja, oké. Okay. En qua bevestiging aan de muur, heb je daar iets een onzichtbare bevestiging voor gezocht? Ja, inderdaad. Ik heb aan de achterkant een L-profiel gebruikt, die ik over de volledige lengte vastgeschroefd heb. De kopse kant van de L heb ik toen eigenlijk haakjes geboord, waardoor die perfect in L-haken passen op de muur. Dus heb je een onzichtbare, stevige bevestiging. Inderdaad. Mooi gemaakt.
Dank u. Bedankt voor je inzending. Alsjeblieft. Arne en Thibaut, jullie hebben alle twee hetzelfde gemaakt. Kan je kort uitleggen wat het is? Dus we hebben een snoeppot gemaakt uit allemaal verschillende blokken. Dus we hebben ze allemaal samengevoegd en hier een uitsparing uitgedaan voor het wieltje. Dan hebben we overal een gat ingeboord, buiten in de bovenste. Daar hebben we maar 10 mm diep geboord, omdat je anders ja, de duivel hier zou zien. En daarom hebben we ja, dus hier maar 10 mm diep geboord. Ga je tonen hoe het precies werkt? Dus de M&M valt hierin, dan draai je verder en dan valt het er zo uit. Oké. Okay. En dus die duivel loopt hier door die cirkel dan? Ja, ja, helemaal door. En waarmee heb je die cirkelvorm uitgezet? Eerst hebben we met de lenszaag afgetekend en dan een cirkel afgetekend met de passer. Ja. En we het middelpunt bepaald en de diameter gemeten. En dan hebben we hem geschuurd met de schuurbandmachine. Heb je dat thuis gemaakt? Nee, we hebben dat op school gemaakt met onze leerkracht. Heeft de leerkracht geholpen? De leerkracht heeft geholpen met ons in gang steken en zeggen wat we moeten doen, bijvoorbeeld met de lenszaag zagen. Dus dat was wel een grote hulp. En hij heeft ook het ontwerp getekend. Ja. Ja, okay. Jullie hebben ook een filmpje ingestuurd. Heb je dat filmpje zelf gemaakt? Ja, dat klopt. We hebben in, over de middag, omdat we soms een beetje tijd tekort dan, over de middag verder gaan werken voor de film. En dan hebben we dat thuis ook bewerkt met een liedje erachter. Oké, okay, bedankt alleszins. Ik zie dat je een mooi kasteeltje hebt gemaakt. Ja. Voor wie is het? Kasteeltje voor mijn zoon. En speelt hij er ook graag aan vaak nu? Ja. Nu is die geworden garage, dus misschien volgende jaar moet ik dat overschilderen. Of... Nee. Maar je hebt het je project niet meegebracht? Nee. Ik heb niet aan gedacht dat ik ga winnen. Dus mijn model is groter dan de opening van de deur. Dus spijtig genoeg. Het gaat voor altijd in die kamer blijven staan dan? Ja. Tot de tijd dat niet meer in gebruik is, ja. Je hebt het dus ook in die kamer gemaakt? Ja, ik heb dat samen gesteld. Ja. Gezaagd heb ik hem buiten. En het schilder heb je dat ook binnen afgewerkt? In de kamer, ja. Alles is eigenlijk een grote stuk in de kamer gedaan. En je hebt hier zo een mooi tunneltje gemaakt ook? Ja. En waar heb je dat gemaakt? Het is met stof. Mm-hmm. Gewoon twee bogen en stof ertussen? Of, Boog afgezaagd en van binnen ook. En dus samen met de nietjesmachine. En hoe heb je precies die stenen erop geschilderd? Gewoon met verf gedaan? Of, Alles met acrylverf. Alles met acrylverf. Ja. Oké, okay, super. Hartelijk bedankt voor je project in te zenden. En tegen alle verwachtingen in ben je dan toch een van de drie eindkandidaten of een van de drie eindwinnaars geworden? Hartelijk bedankt. Ik heb hier nogmaals enkele kandidaten bij me voor de laatste categorie, namelijk creativiteit. En ik ga opnieuw meteen door naar de hoofdprijs. En die is in deze categorie voor Jordi Ferrier. Proficiat met de hoofdprijs. Je krijgt van ons deze Fine Multitalents, alsjeblieft. Dank u. En voor de anderen uiteraard ook nog iets in petto, deze accu schroefboormachine. Alsjeblieft, ook voor jou. En voor jullie, dat zal dan voor de leraar zijn, neem ik aan. Bedankt voor jullie komst en proficiat. Ook de kijkers thuis bepaalden mee wie de hoofdprijs in de wacht sleepte. Door te stemmen op hun favoriet maakten ze kans op een van de drie kop barbecues. De drie gelukkigen mochten een kop barbecue in ontvangst nemen, samen met de cobblestones en het kookboek op de kop, zodat ze gelijk aan de slag kunnen. Onze wedstrijd van de week van de Doe-It-Zelf is hiermee officieel afgelopen. Maar niet getreurd, in 2017 komen er nieuwe kansen om mee te doen. In mei 2017 vindt de derde editie van de week van de Doe-It-Zelf plaats, met ook weer een nieuwe wedstrijd waaraan je kunt deelnemen. Houd dus zeker de website in de gaten en dat is nog steeds www.weekvandedoeitzelf.be. Bedankt voor het kijken en tot binnenkort.